Hoi en leuk dat je kijkt bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik ben al even wakker. Macy is ondertussen ook alweer weg. En ik ben nu aan het kijken wat voor outfit ik aandoen voor dit weekend. Want zondag ga ik naar Michieland. En ja, zondag denk je nog op zich best ver weg. Maar... ja, op een gegeven moment moet je wel gewoon met een outfit komen. Want anders heb ik die dag weer super veel paniek en stress. En dan duurt het echt 3 uur voordat ik me klaarmaak. Dus dat moet even voorkomen. Dus ik ben nu aan het kijken voor een outfit, maar ik weet het echt niet. Maar ik dacht, neem jullie een beetje mee in het proces. Want ik heb dus nu een cargo spijkerbroek aan. En die vind ik wel echt heel leuk. En ik heb dus zo'n soort sportbroekje eronder, zodat je die band zo erboven ziet. Want dat zie ik vaak en dat vind ik super leuk. Maar... oh, mijn telefoon, die Siri gaat aan. Dat zou ik zo niet weten. Ja, dat hoeft je ook niet te weten. Dan is het wel leuk als ik natuurlijk ook een top in die kleur heb. Maar dat is gewoon, ja, deze basic top. En dat vind ik dan weer misschien een beetje saai. Dus ik weet het gewoon niet zo goed. Dit is ook pas de eerste outfit die ik aan heb. Maar ik heb wel online wat leuke dingetjes zien. Dus als ik wat leuks zie, moet ik het vandaag bestellen. Want het is zondag en het is nu maandag. Dus dan komt het er waarschijnlijk wel nog binnen. Maar ik ga waarschijnlijk deze week ook nog even shoppen met Joanna. Om te kijken voor wat leuks. Maar ik weet het echt niet. Maar ik vind dit dus wel een leuke vibe. Met zo'n ding erbovenuit. Maar ik heb hem dus nu in het blauw aan. Dit is gewoon zo'n sportbroekje. Dit. Maar deze is best kort. Maar ik heb hem dus ook niet zwart. Maar die is wel echt tot hier. En het moet natuurlijk wel ook onder mijn broek zitten. Dus ja. Ik weet ook niet of dat lekker zit. Dus misschien dat ik dat nieuw moet kopen. Of dat ik even moet kijken in meeste onderbroek la. Of die nog wat heeft. Want ja. Maar ja. Meeste dan wel onderbroek natuurlijk met zo'n band. Van ja. Of Lacoste. Of Tommy. Of Ralph Lauren of zo. En dat hoeft daar ook weer niet per se. Maar wat ik dus ook kan doen. Is zo'n onderbroek eronder. En dan heb je ook zo'n witte band. Kijk, net zoals deze broek. Maar dit is dan een pantalon. En ik wil geen pantalon aan haar festival. Maar dit zit er zeg maar aan vast bij deze. En dat vind ik heel leuk. Dus ik kan ook wel even gaan kijken hoe dat hierbij staat. Oké, nu heb ik dus die andere onderbroek eronder aan. En ik moet zeggen, ik vind dit ook wel heel leuk. Maar nu is zeg maar weer de vraag. Ja, wat moet ik er in godsnaam bovenop? Want ja, dit is een witte top. Zou op zich kunnen, maar super bloot. Dus ik moet er sowieso wat overheen. Maar ik weet niet wat ik er overheen moet. Ik weet het gewoon echt niet. Ik heb ook niet per se, ja, wel vestjes misschien of iets. Maar het is ook, ja, help. Ik heb dus ook deze crop blazer die heel leuk is. Maar ik weet niet of het leuk is bij deze broek. Omdat het allebei net een andere kleur is of zo. I don't know. En ik denk ook dat dit op zich wel warm kan zijn. Maar ik moet wel iets van een vestje hebben. Dus als ik het los doe, moet ik wel een andere top eronder. Want ik vind dit dan niet leuk erbij. I don't know. Oké, ik weet het dus gewoon echt nog even niet. Dus ik ga eerst even beneden ontbijten. Want dat heb ik nog niet gedaan. En dan ga ik maar gewoon even wat inspo opdoen. En ja, dan zie ik het wel. En ik... wat ik zeg, het is pas zondag, dus ik heb nog even. En ik kan ook eventueel nog wat dingen bestellen. Want ik heb online ook wat leuks gezien, moet ik zeggen. Dus ja, we shall see. En ik ga dus waarschijnlijk deze week shoppen. Misschien nog met Joe. Dus dan hoop ik dat we het leuks vinden. Maar ik was dus van de week met Mees ook in het dorp. En ik had echt niks leuks gevonden. Dus ja. Hallo lieve mensen, het is vandaag dinsdag. En ik ben vandaag weer aan het oppassen. Ik doe het even veel zachter. Bij Olivia en Neil. En Isa die is er ook. Even het licht hier uit. Want we gaan even in de tuin zitten. Olivia die ligt ondertussen al echt heel lang te slapen. Ik denk dat ze ook met wakker wordt. En dan gaan we even een ijsje halen, want het is lekker weer. Maar nu zijn Isa nu al even in de tuin aan het krijten. Dus ik heb een beetje opgeruimd. Ik pak even een spekje uit deze snoeppot. En dan ga ik ook lekker buiten zitten. En dan wachten tot Olly wakker wordt. En dan kunnen we er vandoor. Oh ja, en zo'n lief poesje ook. Zijn die voor moois aan het maken? Waarom heb je? Oh, ze gaat vloggen. Loser, niemand kijkt. Ben jij. Wij zijn lekker naar de IJsselon gefietst. Olly heeft ook een lekker bolletje. Lekker smikkelen, meid. Nieuw ook lekker ijs. Goedemorgen is het nog, lieve mensen. Het is 11:30 en ik ben klaargemaakt. Gisteren heb ik mijn nagels laten doen. En daar ben ik echt heel blij mee. Ik zal het even goed laten zien. Look how pretty they are. Ze zijn blauw.
Ik ben helemaal fan. Dus daar ben ik er heel blij mee. En gisteren ben ik bij mijn opa en oma geweest eten met papa en mama. Later kwam Bonnie Mani ook nog. Dus dat was hartstikke gezellig. En nu heb ik me klaargemaakt. Want ik moet zo meteen naar mijn nieuwe werk. Of stage. Hoe je het ook wil noemen. Toe. Waar ik 1 september ga beginnen. Want we willen dus even een portretfotootje van mij maken. En krijg ik wat kleding. Dus dat is om 12 uur. Het is nu 11:30. Dus ik ga met 5 minuutjes ongeveer weg. En dan moet ik ruim op tijd zijn. Maar het is dus zo donker aan het worden buiten. Vanochtend scheen de zon op zich nog. Maar het wordt dus heel slecht weer vandaag. En je merkt het, het lijkt echt alsof het avond wordt. Het is echt vreselijk. Maar zodra ik dat heb gedaan, ga ik verder vandaag ook niks doen. Ik ga lekker naar Mees toe. En ik denk dat we ja, lekker B&B Vol Liefde gaan kijken de hele dag. En that's it. Want het wordt slecht weer. Ik ben dus net bij mijn nieuwe werk zeg maar geweest en daar heb ik werkkleding van gekregen, maar nu kwam ik, ging naar Mees, toen kwam ik bij Mees thuis, zei Mees, doe je ogen dicht, ik heb iets voor je. Dus ik mijn ogen dicht, ik heb het nu al een beetje uitgepakt, heeft hij een back to school pakket voor mij gemaakt, want ik moet natuurlijk weer naar school. Kijk hoe lief. En ik heb hier helemaal niet aan gedacht, maar ik heb natuurlijk echt dingen nodig weer voor school. Dus een notitieboekje, een planner, een map voor allemaal blaadjes in te doen, pennen, potloden, stiften, notitieblokjes. Echt zo cute. Ik vind het echt, ja, echt, ja, geen woorden voor. Ik vind het zo schattig wat hij hier aan heeft gedacht. Ik vind het zo lief. Dus dat moest ik echt even aan jullie laten zien. Echt zo leuk. Wat ik zeg, ik had er zelf nog helemaal niet aan gedacht. En ik heb het gewoon, ja, ik moet het gewoon echt gaan gebruiken natuurlijk weer. En goedemorgen lieve mensen. Het is 11:45 en ik ben klaargemaakt. Ik zit al in de auto, want ik ga richting het dorp. Want ik ga vandaag lekker shoppen en lunchen met Joanna. Want we hadden het er namelijk over outfits voor Mysteryland. Want daar ga ik aankomende zondag heen. Maar we hadden allebei nog niet echt wat. Dus we zeiden, laten we gewoon even gaan shoppen. Dus we gaan nu lekker even shoppen in het dorp. Hopen dat we wat leuks kunnen scoren. En even lekker lunchen. Dus dat is hartstikke gezellig. Misschien dat Charmaine ook nog later kwam. Maar die had wel wat afgesproken. Dus we is nog niet zeker. En over gisteren dat ik dus naar mijn nieuwe werk slash stage zeg maar ging bij de Happy Kid. Want daar ga ik vanaf 4 september volgens mij op een maandag ga ik beginnen. Dus dat is helemaal spannend en helemaal leuk. Maar gisteren heb ik daar dus mijn werkkleding opgehaald. En ja, wat dingetjes besproken. Dus ja, vanaf 4 september ga ik dus daar beginnen met 3 dagen in de week daar werken slash stage. Zeg maar ja, ze noemen het stage, maar het is eigenlijk gewoon werken. En 1 dag in de week naar school. Dus vandaar dat back to school pakketje van Mees van gisteren echt super lief. Dus ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Wordt wel weer een heel ander leven zeg maar dan het tussenjaar natuurlijk. Dus ik hoop ook dat ik het gewoon nog een beetje leuk kan doen met vloggen. Maar we gaan het allemaal zien. Voor nu ga ik rijden, want anders kom ik te laat. En dat willen we niet hebben. Dus we gaan lekker shoppen. Ik zit lekker met Joe op een terrasje. We hebben al wat geshopt. We hebben allebei wel 1 ding gehaald. Op zich ben jij wel geslaagd voor je outfit. Ik denk het wel. Ja. We gaan het zien. We gaan het zondag zien in de vlog, jongens. Ja. Maar we zijn nu lekker aan het lunchen bij Mocha. So, yeah. Goedemiddag. Het is ondertussen 12:30. En vanochtend waren meestal ik al vroeg wakker, 8:30 of zo. En we hebben lekker de hele ochtend B&B gekeken. Daarna gedoucht en klaargemaakt. En we gaan even wat boodschapjes doen. En verder, I don't know. Meestal is volgens mij wel even naar de Nike store. Dus ik denk dat een beetje. Verder vandaag de kwalificatie van de Formule 1. Dus dat we natuurlijk hier thuis kijken. Super interesting. En ik heb een, ja, een beetje ander outfitje aan dan normaal. I don't know. En die haarband ook, I don't know. Meestal die vond het wel leuk, dus ik haal het maar in. Maar dit is van, hoe heet het nou? Die, waar had ik die nou gehaald? In Amsterdam bij Episode. Tweedehands winkel. Nee, ik had die andere in Antwerpen, die paarse. Volgens mij. Maar oké, bij de Episode in ieder geval. Hieronder gewoon een topje. Deze broek heb ik een tijd geleden van XOBO. Met New Balance eronder. Maar ik dacht ook gewoon een beetje een chill fit voor vandaag natuurlijk. Dus vandaar. Wij hebben boodschap gedaan. En papa en mama die gingen lunchen bij Later aan het Water. Nu hoeven meestal niet te lunchen, maar kwamen wel even gezellig buurten. We zitten buiten. Het weer is op zich qua temperatuur prima, maar het begint wel te regenen. En ik zit hier echt precies in een split. Dus dat is top. Maar Kipspies. Gaan we niet eten. Oh. Jeetje, jongens, het gaat nu wel echt stormen. Ik kan hem wel opnieuw voor je krijgen. Hoor. Het gaat echt, ik weet niet, oh jeetje, het gaat echt stormen. Krijg nou, iedereen gaat van de plek verwisselen. Ja, het is niet echt over te brengen, maar it's raining, halleluja. That's not nice. Oké, we waren dus bijna aan het water geweest. Toen was thuis Formule 1.
En papa, mama en meisje hebben die gekeken. Ik daarentegen was bezig boven met mijn outfit voor Miss Thailand. En ik ben er enigszins over uit. Maar ik heb nog steeds verschillende outfits in gedachten. Maar er moet alsnog wat voor gebeuren. Want ik heb lange shirtjes en die moeten kort geknipt worden. Zodat als ik hem adem dat hij tot hier valt. Ja, die moet ik meenemen. Dus mama gaat mij er nu even bij helpen. En ik heb hem in het zwart en in het wit. Omdat ik verschillende outfits in gedachten heb. En ik weet nog niet welke ik wil. Dus ik ga ze gewoon allebei knippen. Hij is nu zo lang. En hij moet echt hier. Maar eerst misschien iets langer knippen. Gaarlijk dit. Ja, doe maar aan. Even kijken. Oh, dit is echt top. Perf. Top. Dank je. En ook heb ik hem dus nu in het zwart zo kort geknipt. Yes, ik ben helemaal blij. Ik denk dat ik er een beetje over uit heb met mijn outfit namelijk. Maar we gaan het zien. Het is een tijdje later en ik heb lekker eten gemaakt. Ze hebben voor mezelf pasta en voor mij spul chicken taco wraps. En meeste ouders eten ook weer wat anders. En we gaan dus buiten eten, maar het regent. Het stormt in ene. Maar het is wel gezellig zo in de serre. Kijk eens. Lekker. Allemaal verschillende dingetjes. Ja, gezellige tafel wel zo. Een hele goede morgen. Het is ondertussen... Ja, ik pak het gelijk al. Ik zit hier zo aan de keukentafel om meestal ontbijt aan het maken. En ik kijk zo naar buiten, hier in die serre, dus niet buiten buiten. Zie ik mijn camera daar nog staan. Dus ik zeg tegen mijn mijn camera stond daar gewoon nog. Dus ik loop erheen om te pakken en ik begin gelijk te vloggen. Ik weet niet of jullie het aan me zien. Ik zie het namelijk zelf wel als ik in het schermpje kijk. Ach, je kan de vlog... Hoe zeg je dat? Je doet de vlog uit je kanaal. Nee. Maar ik heb een make-upje op. Oké, ik vind het... Oh, je hebt hier ook een streep of zo. Ik haat mezelf, maar oké. Want wij gaan vandaag naar Mysteryland. En ik zal jullie even de fit zo meteen laten zien als ik compleet ben. Maar ik ben nu nog niet compleet met de fit. Want ik heb nog pantoffels aan en nog geen tas om. Maar ik heb dus in ieder geval wel mijn haar en een make-upje gedaan. Dus weer voorspelling. Het zijn half bakken. Maar zoals je nu ziet... Schijnt het zonnetje wel. Dus laten we deze goede hoop gewoon volhouden. En dan gaan we het meemaken. Dus ik heb er zin in. Ik heb wel besloten dat mijn camera niet meegaat naar Michelin. Want dan wordt mijn tasje ook gewoon heel vol. Dus ik ga gewoon lekker dingen filmen met mijn telefoon. We gaan eerst nog met z'n allen naar Dave. En daarna vanaf daar gaan we met z'n allen naar Mystery. Lekker op de fiets. Ik zit achterop. Welkom bij deze outfit check. Scott. Wil je ook op? Nee. Gaan we zitten? Goed zo. Welkom bij deze outfit check van Mysteryland. Oké, ik heb deze blazer aan omdat het moet gewoon qua kou, qua warmte, qua weer. Maar eigenlijk is het zonder leuker. Want dit is zonder. Gaat ie jongen, heb je aandacht tekort? Gaat ie moeven? Ik heb deze nieuwe Balance schoenen aan, die kunnen gewoon lekker makkelijk vies worden, lopen top. Daarop deze broek van de Bershka. Dit setje is, je raadt het nooit, van Calvin Klein. Dit is een afgeknipt shirtje van de H&M volgens mij of zo, heel basic. Deze tas komt uit Spanje. En die blazer die is van mijn vader. Vandaar dat hij lekker groot is. Dus dit wordt dan de fit. Ik hoop dat het droog blijft. Maar dat gaan we meemaken. Maar ik moet gewoon iets eroverheen, ook al is het niet per se leuk. Anders is het te koud. Maar wij gaan naar Mystery. Het regent! Yay! Nee, niet jij. Sa, we hebben hem hoor. Wat een geld, hè? Oh. Wat een geld. Oh. Ja, we betalen er ook aan. Ik ben wel een echte pyromaan. Ik ben wel een pyromaan. Ik heb wel verstand hiervan, hoor. We betalen er ook aardig wat geld voor. Dus dit we mag ook wel, wel dit, hoor. Geld. Oh, dit was er wel echt. Oké. Okay. Is dit? Ja. Het is nog eens 10 uur, man. Oh. Goedemiddag. Het is vandaag maandag. De dag na Mysteryland. En ik heb helemaal niet zoveel gefilmd. Ik was gewoon echt vergeten. Maar dat komt ook omdat het was gewoon kut weer. Het heeft zoveel geregend. En echt niet zo zuinig ook. Het was echt
ja, flink aan het regenen. Dus je kon er ook niet echt makkelijk heen en weer lopen en alles. Mijn hele broek zit onder de modder. Mijn schoenen zijn ook echt super goor. Ik ga straks even uitdoen. Ga ik ze zo schoonmaken. Kijk. Ja, het valt nog mee, moet ik zeggen, hoe je het hier ziet. Ik heb het al een beetje geprobeerd schoon te maken. Maar ik zal even mijn broek erbij pakken. Want dat is echt... Ja, er zit zorg onder de modder. Even kijken. Kijk dan. Zo goor. Dit zijn de broekspijpen. Dat kan echt niet. Die gaat de was in. Dus dat was gewoon echt flink balen. En ook heel erg chaotisch met iedereen die elkaar kwijt was en alles. Dus ja, op het begin was het gewoon meer chaotisch dan leuk. En op het gegeven moment ja, was het een beetje gestopt met regen. Had iedereen zijn plekje gevonden. En toen was het wel een stuk leuker. Maar ik vond het echt zeker niet mijn geld waard. Want je betaalt gewoon bijna 100 euro voor zo'n kaartje. Ik had dan nu 90 euro betaald. Nou ja, 89,50 euro voor alleen de zondag. En heb je dus ook nog geen drank, niks. Nou, heb ik gisteren niet gedronken. Dus ja, ik had gewoon, nou ja, wel wat gedronken. Gewoon een ijstietje. En dan ben je natuurlijk ook goedkoper uit dan als je alleen maar drank haalt. Want dat is natuurlijk ook een stuk duurder. Dus ja, dat scheelde nog. Maar het was... ja, ik vond het niet het geld waard. De eindje was wel weer super vet natuurlijk. Maar ja, nou ja, dat dus. En het is niet dat ik het niet aan mijn zin had gehad hoor. Maar het is gewoon, ja, een beetje jammer van het weer. Want als het zonnig was geweest, was het denk ik ook een stuk leuker geweest. Want dan kun je gewoon makkelijk heen en weer lopen en zo. En nu was iedereen echt van, nou, we blijven wel hier staan. Want hier is overdekt, weet je wel. Dus dat over Mysteryland. Ik ben nu de vlog aan het editen en ik ben er aan het vertellen over Mysteryland. Maar ik heb iets niet verteld dat ik nog heel graag even kwijt wou. Aangezien ik op Mysteryland werd aangesproken van... Hey, ik kijk je YouTube video's. Ik vind je echt een hele leuke normale meid. En ik vond dat zo lief. En nou ja, misschien kijkt ze wel dat meisje die me aansprak. Omdat ze dus me herkende van mijn YouTube. Dus ze kijkt het waarschijnlijk. Maar ik wou dat eigenlijk echt heel graag vertellen. Ik vergat het gewoon te vertellen, maar ik vond het gewoon zo leuk. Dus ik dacht, ik ben het nu aan het editen en ik zag dat ik het niet had verteld. Ik denk, ontbreek het toch nog even om het toch nog even erin te zetten. Dus bij deze. Want nu ben ik weer lekker thuis. Ik heb de hele dag bij B&B gekeken. We zijn bijna uitgekeken. We hebben nog anderhalve aflevering. Nou ja, een halve aflevering en de reunie te kijken. Dus dat is wel leuk. ja, ik ga nu deze vlog afsluiten. Want ik wil graag de volgende openen. Want ik heb hier achter me een pakketje liggen. En die wil ik in de volgende vlog laten zien. Dus ik hoop jullie de vlog leuk vonden. Dus ja, dan zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk tot bij mijn volgende video. Mwah.